We hebben drie geweldige sprekers uitgenodigd. Simone Dastoris, zij is klinisch psycholoog bij iPractice. En zij zal vertellen over de literatuurstudie die zij samen met een aantal collega's heeft gedaan. Daarna geef ik het woord aan Sandrine van den Hoeven. Zij is seksuologe bij CMAWI. CMAWI is een multidisciplinair instituut die zich bezighoudt met hulp aan besneden vrouwen in Brussel. Zij gaat vertellen over haar praktijkervaring. Deze presentatie zal in het Engels zijn. En daarna geef ik het woord aan Lena van den Haak. Zij is journaliste en ondernemer. Zij is op haar 25ste te weten gekomen dat zij is besneden. En zij gaat vertellen over hoe zij dat ervaart. Nou, aan het eind van elke presentatie is er ruimte voor één vraag. En mocht er belangrijke vragen zijn die niet beantwoord zijn in de chat, al door mijn collega Diana, zullen we die na afloop beantwoorden. Oké, dan geef ik het woord aan Simone. Dank voor de introductie, Jamila. Ik kan even op fullscreen delen. Ja, perfect. Oké, dat was even de start. Nou, mijn naam is dus inderdaad Simone Dastoris. Ik werk nu als klinisch psycholoog bij iPractice. En ten tijde van dit onderzoek in het OVG, met een van de onderzoekers van het onderzoek wat ik zal presenteren. De inhoud van mijn deel van de presentatie, voordat ik het woord overgeef aan Sandrine, zal zijn dat ik kort wat uitleg geef over vrouwelijke genitale verminking. Waarvan ik niet zeker ben wat jullie als publiek al weten. Dus ik zal het kort houden. Hopelijk wel voldoende. Dan ga ik iets vertellen over de systematische review. Het onderzoek dat wij hebben gedaan. En ik sta dan ook stil bij wat praktische adviezen en tips vanuit dat onderzoek. Zelf werk ik niet in de praktijk met deze doelgroep. Dus daarin heb ik ook veel te danken aan mijn collega's, of oud-collega's, Rut en Bianca. En ik hoop dat ik jullie daarmee ook weer van wat goed advies kan voorzien. Nou, allereerst dus, wat is VGV? Hè? Dus vrouwelijke, afkorting voor vrouwelijke genitale verminking. Dat is dus een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen, zonder dat daar een medische noodzaak voor is. En de term VGV is eigenlijk een letterlijke vertaling van wat de World Health Organization als term gebruikt, namelijk female genital mutilation. We gebruiken dus eigenlijk vrouwen- of meisjesbesnijdenissen niet in de literatuur. We vinden ook dat dat de lading ook niet dekt van de ernst. Maar het is wel zo dat je het aan te raden is om, wanneer je wel met deze doelgroep in gesprek bent en een vertrouwensband wil opbouwen, om wel deze terminologie te gebruiken. Nou, ook in ons onderzoek hebben we een aantal plaatjes van VGV om inzichtelijk te maken wat het precies is. En hier zie je eigenlijk de verschillende typen die worden beschreven. Dus type 1 is eigenlijk de minst ingrijpende vorm. En die zie je bovenaan. Waarbij dus een verwijdering is van de glans clitoridis. Al dan niet met die voorhuid. En type 2, ja, dat is dan dus weer. Daarbij worden ook de binnenste schaamlippen verwijderd. En je ziet dat dat ook weer wat variatie binnen dat type geeft. En de vorm die eigenlijk het meest ingrijpend is, is dan type 3, en dat zie je hier ook afgebeeld, waarbij ook de schaamlippen aan elkaar gehecht kunnen worden, waardoor de opening ook kleiner wordt. En dan is er nog een type 4, dat bij eigenlijk allerlei andere niet-medische ingrepen in dit gebied worden bedoeld, maar daar ga ik verder niet op in. Nou, het is ook nog belangrijk om erbij stil te staan, waar komt VGV nou eigenlijk voor natuurlijk? En je ziet hier een kaartje, is misschien wat verouderd, op de website van VAROS staan steeds geüpdate zaken. Maar je ziet hier dat het in verschillende landen een cultureel gebruik is. En een groot deel van de mensen die in Nederland wonen, komen dus uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en Soedan. Dus het zijn landen waar hele hoge cijfers zijn, zoals je hier ziet, ook 82% in Somalië. En van die groep is er ook een grote groep in Nederland. Dus dat maakt het heel relevant voor ons als hulpverleners om daar ook naar te vragen. En wat opvallend was, is dat ook in Indonesië een groot percentage
besnijdenis voorkomt, wat eerder niet zo bekend was. Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk direct na zo'n ingreep hele grote lichamelijke gevolgen zijn. Dat zal jullie niet verbazen. Natuurlijk extreme pijn. En je kan dus ook klachten krijgen aan de urine, wegen en kans op infecties. En in het ernstigste geval kan het zelfs tot de dood leiden. Het heeft er ook mee te maken dat deze ingreep natuurlijk ook vaak gebeurt onder onhygiënische omstandigheden door niet medisch opgeleid personeel. Dus dat leidt ook weer tot nog meer acute complicaties. En jullie zagen dus al die types en ik denk dat jullie nu snappen waarom dat van belang is. Omdat ook bij verschillende types verschillende lichamelijke consequenties zijn. Je ziet niet alleen direct daarna, maar ook op lange termijn allemaal ernstige complicaties. En die staan hier opgezond. Ik ga ze niet allemaal oplezen, dat kunnen jullie zelf bekijken. Maar je ziet dat er eigenlijk met urineklachten, met de menstruatie en ook bij zwangerschappen en seksualiteit grote gevolgen zijn. Nou, toen ik net begon met het onderzoek samen met Bianca, die er dus al jaren ervaring mee had, toen dacht ik, waarom zou je dat dan ook doen? Hè? Als je dat allemaal zo ziet, hoe heftig dat is. En ook de verhalen die wij toen gelezen hebben in die literatuurstudie. En als je dan kijkt naar de motieven van vrouwen in het land van herkomst, dan is het dus vaak een cultureel gebruik, waarbij ook gedacht wordt dat de vrouwelijke seksuele driften op deze manier beheerst worden. Ook gaat om het behoud van maagdelijkheid en dat het ook als iets heel reins en schoons gezien wordt. En ik denk dat dit van belang is ook wanneer we kijken naar mensen die dus migreren. Dus de mensen die bij ons bijvoorbeeld in Nederland terechtkomen. Een ontzettende schok is natuurlijk, daarom noemde ik net al die mutilatie, hè, die verminking. Wij spreken over verminking of mutilatie, terwijl het daar gezien wordt als ook iets reins en schoons waar je ook trots op bent. Dus je kan je voorstellen wat een schok op psychologisch vlak dat ook moet geven. Nou, verder zie je dat het vaak een overgangsritueel is, waarin we in de literatuur ook gezien hebben dat als het meer cultureel ingebed is en er meer troost is, dit ook vaak helpend is bij de verwerking van het trauma. En als je dan kijkt naar die motieven van waarom zou een moeder dit ook doen, dan zie je dus ook dat een meisje als ze niet besneden wordt ook minder kans heeft om te huwen en ook kans om uitgestoten te worden. Dus dit alles maakt het denk ik natuurlijk wel begrijpelijk dat dit voorkomt, ondanks dus die grote lichamelijke gevolgen. Maar wij zijn dus natuurlijk psychologen, dus wij waren niet alleen geïnteresseerd in die lichamelijke gevolgen, maar ook volgens het biopsychosociale model naar de sociale, de seksuele en de psychische gevolgen van genitale verminking. En daarmee kom ik dan ook bij ons onderzoek. Het was dus een narratieve systematische review, dus een literatuuronderzoek, wat ik samen gedaan heb met mijn collega Bianca Vermorst, Rick van Lunzen en helaas overleden professor Ellen Laan. Voordat we met ons eigen onderzoek starten, dus hebben we gekeken naar eerder onderzoek. En dan was er eigenlijk maar één meta-analyse te vinden, die natuurlijk het meeste power heeft. En die heeft gekeken naar gecontroleerde studies, naar psychische en seksuele consequenties. Dus er is veel meer bekend over de lichamelijke consequenties. Dat is dit onderzoek van Berg en zijn collega's in 2010. En zij vonden seksuologische verschillen, maar geen psychologische verschillen. Wanneer ze dus vrouwen die VGV hadden ondergaan, vergeleken met vrouwen die dat niet hadden ondergaan. Er waren echter maar 4 studies geïncludeerd in hun onderzoek. Dus voor ons aanleiding om daarmee verder te gaan. En wij hebben dus die studies bekeken met deze vraagstelling. Is vrouwelijke genitale verminking gerelateerd aan verminderd seksueel en psychisch welbevinden? We zijn toen gedoken in allerlei literatuurdatabases. En we hebben studies geïncludeerd waar dus vrouwen waren met en zonder VGV, dus met die controlegroep, gepubliceerd vanaf 2010, dus na die meta-analyse, die we ook konden lezen. En waarbij gebruik werd gemaakt van vragenlijsten. Dus niet zomaar wat vragen, maar echt met vragenlijsten naar seksuele en psychologische problemen. We begonnen met een enorm aantal artikelen, wat we gescreend hebben naar natuurlijk de dubbele eruit. En toen hebben we op titel en abstract geselecteerd. Nou, toen hebben we de volledige teksten gelezen en uiteindelijk kwamen we uit op slechts 14 studies.
En die 14 studies kwamen uit zeer uiteenlopende landen. Soms dus ook het migratieland. Hè? Dus dat kan ook misschien verschillen geven. En er waren er maar 3 van goede kwaliteit. Nou, je zag dus allerlei verschillen tussen de steekproef, manier van meten. Ook type VGV, wat ik in het begin uitlegde, liep uiteen. Dus dit maakt het allemaal moeilijk interpretabel. Maar wij hebben toch gepoogd de resultaten te analyseren. En we hebben geconcludeerd uit deze studies, waarvan er uiteindelijk 3 puur over psychologische gevolgen gingen, 5 over seksuele en 6 waren een combinatie, zagen wij ondanks al die problemen in ieder geval dat 9 van de studies die dus psychologische effecten onderzochten, dat die allemaal negatieve effecten vonden. En dat 10 van de 11 studies ook negatief effect vond op seksueel vlak. Dus ondanks al die kwalitatieve kanttekeningen vonden wij wel een hele duidelijke richting. De conclusie uit ons onderzoek was dan ook dat we kunnen concluderen dat vrouwen die genitaal besneden zijn een verhoogde kans hebben op een slechter psychisch en seksueel functioneren. Waar je dan aan kunt denken, dan zie je bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis bovenstaan bij de psychische gevolgen. Nou, dat kan je natuurlijk voorstellen na zo'n ingrijpende gebeurtenis. Maar ook angst en somberheid, minder zelfvertrouwen, wellicht ook weer samenhangend met zo'n migratie. En seksuologisch zie je ook allerlei problemen die je hier ziet opgezond. En daarbij is het dus van belang dat dat soms een lichamelijke oorzaak heeft, maar dat het allemaal biopsychosociaal is. Dus dat je ook weer kijkt naar hoe dat invloed op elkaar heeft. Wat ik hoop dat jullie dus meenemen is dat vrouwelijke genitale verminking een wereldwijd probleem is. En dat door de toename van vluchtelingen naar ons land, wij hier ook steeds vaker mee te maken hebben. Dat die migratie ook nog weer een negatieve perceptie kan geven van de eigen vulva en de seksualiteit. En dat we dus eigenlijk kunnen zeggen, ondanks alle kanttekeningen, dat het toch echt in één richting wijst. Namelijk dat dit leidt tot meer problemen op seksueel en psychisch vlak. Om dat nog iets meer in cijfers duidelijk te maken, zie je dat er in Nederland op dit moment 41.000 vrouwen besneden zijn. En dat er dus ook meisjes risico lopen om besneden te worden in Nederland. Dus vandaar ook het belang om hier naar te kijken. En daarom heb ik nog een aantal dus praktische adviezen en implicaties. Wat in ieder geval belangrijk is om niet te doen, is dus te oordelen, waar vrouwen toch vaak nog mee te maken hebben, ook wanneer zij bijvoorbeeld met artsen in aanraking komen. En ook om niet te vragen naar klachten, want dat veronderstelt dat iemand deze problemen ook ervaart als een klacht. En ik kom daar zo ook nog iets op terug. Een ander belangrijk punt is denken dat iemand anders het wel oppakt. Hè? Dus als je met een groep hulpverleners betrokken bent, dat je denkt de ander doet het wel. Neem daar vooral het voortouw in. Dat vinden ook anderen prettig. En wat kun je dan doen? Dus eigenlijk dus actief, concreet doorvragen naar, hoe het loopt op lichamelijk, psychisch en seksueel vlak. En dus niet vragen naar die klachten, maar echt vragen hoe gaat dat? In de voorbereiding sprak ik bijvoorbeeld Rut Kaufman en die vertelde van een vrouw die een andere vrouw op de toilet hoorde plassen. En die heel erg onder de indruk was van een enorme waterval voor haar. Omdat het voor haar gewoon was dat het druppelsgewijs gewoon 20 tot 20 minuten duurde om te plassen. Dus voor haar was het geen klacht. Maar door die andere vrouw te horen dacht ze, hey, zo gaat het bij mij toch heel anders. Het geldt ook voor psychische klachten. Soms wordt het woord depressie helemaal niet herkend. Dus vraag daar heel concreet naar. En ook seksueel zien we bijvoorbeeld dat vrouwen dyspareunie, dus pijn hebben bij het vrijen, maar dat heel normaal vinden. En dat heeft ook te maken met de sociale context, dat vaak mensen ook met andere besneden vrouwen omgaan en dus denken dat dat erbij hoort. Iets wat overigens ook bij niet besneden vrouwen in onze westerse wereld vaak wordt gedacht dat dat normaal is en erbij hoort. Dus niet per se heel anders. Nou, neem dus de lead, zoals ik net al zei. Gebruik ook feitelijke wetenschappelijke inzichten. Dus bijvoorbeeld ook dat je nu weet, behalve die lichamelijke problemen, kun je ook zien dat er psychische en seksuele gevolgen zijn. Verwijs ook naar sleutelpersonen, vrouwen die uit de eigen cultuur komen en die verder kunnen helpen. Verwijs naar een spreekuur. En wanneer je dus echt denkt dat hier psychische problematiek, zoals posttraumatische stress of angst of depressie speelt, of seksuele problemen, ja, verwijs dan door naar een psycholoog of een seksoloog om daar ook echt goed onderzoek naar te doen. De diagnostiek is ontzettend belangrijk vanwege die biopsychosociale samenhang.
Nou, in Amsterdam weet ik dus hoe het werkt. Daar is dus een spreekuur. En dan zie je ook hoe mooi dat biopsychosociaal is door de samenwerking van een psycholoog, een gynaecoloog en een verpleegkundige. Nou, jullie krijgen deze presentatie, dus kijk eens hoe je het kunt bereiken. Andere regio's wisselt, dus de organisatie is telkens anders, maar dit is bij VAROS wel bekend. Dus zoek contact met VAROS als je op zoek bent naar zo'n spreekuur. En er is natuurlijk heel weinig te vertellen in zo'n kwartier, maar ik hoop dat het toch iets duidelijk is geworden. En ik adviseer jullie ook echt om naar de andere webinars te kijken. Dat heb ik zelf ook gedaan in voorbereiding. Bijvoorbeeld ook, nou, hoe ga je nou om met die meisjes die dus bijvoorbeeld risico lopen? Hoe geef je voorlichting, ook in de eigen taal? Hoe verwijs je naar die sleutelpersonen? Er is ontzettend veel goede informatie op de website en ook de andere webinars zijn zeer de moeite waard om naar te kijken. Het was mijn verhaal in een notendop. En misschien zijn er... Er was geloof ik ruimte voor één vraag. Dankjewel Simone, heel duidelijk. Diana, zijn er vragen in de chat? Nee, er zijn op dit moment nog geen vragen. Dus ik weet niet of er nu acuut eentje ingetikt gaat worden, maar op dit moment is er nog niks. Ik denk dat het heel helder was. Okay. Nou, en ik denk ook, we hadden ook best weinig tijd. Dus misschien dat het ook wel na de andere presentaties komen, die volgens mij een hele mooie aanvulling zijn. Ja. En dan hou ik op met mijn scherm te delen. Ja. Zodat de volgende dat kan gaan doen. Ja, ik had nog, misschien nog wel een vraag. Want jij had een heel mooi voorbeeld over hoe vrouwen eigenlijk er niet van bewust zijn. Wat de gevolgen zijn van PGP op hun lichaam. Heb je nog een ander interessant voorbeeld als het gaat op seksueel gebied? Hoe vrouwen dat ervaren nadat ze erachter komen, oké, dit zijn voor mij de gevolgen. Ja, dus dat is eigenlijk, denk ik, dat ik kort noemde bijvoorbeeld die dyspareunie, hè, die pijn bij het vrije. Dat vrouwen ook gewoon denken, ja, dat hoort erbij. En als ze contact hebben met andere vrouwen in hun eigen omgeving, dat die dat ook hebben. Dus dan denken ze, ja, dat zo wordt het gewoon. En die gaan dus door eigenlijk met die pijnlijke gemeenschap. En ik noemde al net even, dat is allemaal niet zo zwart-wit, dat ook veel bij niet besneden vrouwen al het geval is. Laat staan bij vrouwen die wel besneden zijn. Dus ik hoop dat door goed te vragen van hoe gaat het dan precies in zijn werk en wat doe je precies, dat je daar toch zicht op krijgt hoe dat gaat en dat je vrouwen goed kan adviseren om op een andere manier daarmee om te gaan. Maar ik denk dat Sandrine daar nog veel meer van af weet, want zij is seksoloog. Ja. Maar dit is wat ik... Oké, dankjewel. Diana, zijn er nog vragen of kunnen we naar de volgende spreker? Er zijn geen vragen. Oké. Nou, dan geef ik het woord aan Sandrine. Nogmaals, deze presentatie zal in het Engels zijn. Dankjewel, Simone. Geen dank. Okay, it's my turn? Yes. Let's go? Okay. Thank you, Sandrine. Then, I'm Sandrine van der Hoeven and I'm a midwife. I specialized in community health and after in sexology. Next. What is CEMAVI? The first one? Yes, okay, what's CEMAVI? That's the good slide. It's a multidisciplinary medical center to care victims of FGM in Brussels. We are four in the team, a midwife, another than me, who worked in countries where excision is practiced, a gynecologist, Martin Cayet, who practices the clitoris reconstruction, a sexologist, who I am, and a psychologist. Who are the women I see? Some women are coming to treat complication of FGM in need of surgery as desinfibulation, cyst, abscess, keloid scare, and so, or medical care to treat, by example, chronic pelvic pain, chronic urinary infection, painful periods, etc., with repercussion, on their sexual life. Other women ask the clitoris reconstruction, but the vast majority think in a miracle effect. Our 8 years experience show that a psychologic and or sexological care is a more appropriate response to their suffering than they give up their request of reconstruction. And more other women asking help
for their discomfort in their life, mostly in their sexual life, in link for them with the excision. But it's not directly the good link. Next slide. SEMAVI exists from 8 years. Until now, the statistics don't really change. The middle age is between 20 and 29 years old of the women. Before the age of 18, these patients come for the certificate of asylum. It's a specificity in Belgium. The great majority of our patients are sufferers of type 2 of FGM. And the great majority you see of our patients come from Guinea Conakry, but also Somalia, Senegal, and others. But the great majority come from Guinea Conakry. Next slide. The recurrent symptoms of all beneficiaries who ask a surgery reconstruction, you see there are a lot of symptoms, and the majority bodily discomforts are in the space of intimacy. In order, from the most frequently, we find dyspareunia, then vulvar or vaginal pain during vaginal penetration, vulvar pain even out of intercourse, menstrual pain, anorgasmia, vaginal dryness, vulvar pruritus, all the time or often during sexual intercourse, scraping, burn, that's very uncomfortable, urinate pain, desire disorder, orgasm disorder, vaginism, urinate disorder, incontinences, leucorrhea, pelvic pain. It's a real nightmare, it's an intimate life. Next slide. What can we hear during the consultation of eye sting reconstruction? I'm not normal, I'm not a woman, I'm not complaining. Next slide. What do our patients expect? A new clitoris, the solution of all, do they think? It's really important to understand that exists a real clash between two different worlds with two different references. On the one hand, a woman defined by excision, and on the other side, a woman defined by her completeness. Then, here we are, the clash question. What is a normal woman? What are the signs of the femininity? Who decides that? But also, what return Western society about a woman and her sexuality through series on television, through social network, and the words of some lovers met in Belgium? Next slide. The basis of my job as sexologist. I want that my work has strong foundations, far from beliefs, from there of there, with international and scientific values. It's a transcultural way where the center is the human and especially the woman. The sexual health, we'll see the next slide. But first, the human rights and especially a free access to a good health, of which sexual health is a part, a free access to a quality education, of which sexual education is a part, support gender equality even in the beds, and reduce inequalities, not only between man and woman, but also between women with or without clitoris, to the right of sexual pleasure and sexual well-being. 3, listen to the ask of the woman, but especially answer to the sufferings behind the ask of a clitoris reconstruction. And finally, given a right to have a new clitoris, but with an informed decision, because a clitoris is not enough to develop sexual pleasure of a woman and stop sexual pain. And sometimes some women have negative second effects of the surgery. Next slide. What are we talking about? It's important to clarify the topics of the care. I won't share this definition with our patients, not really with the text, but by discussion, by exchanging points of view from here and there. Then
opening a reflection. The definition of the sexuality, you see, it's so larger than body stories and clitoris. The definition of sexual health, it's certainly pleasure, but not only, a state of mental and social well-being in the area of sexuality without risk, discrimination, or violence. Next slide. False belief of the native country about female sexuality that justifies FGMC. It's really important to give a space with no judgment to each woman for her words, her beliefs from her native country or community. Now, after some years in Europe and far from a native home, what are her own thoughts about the explanation to practice FGM? And more, to give a space to discuss about the women in general on this planet, the place in the society, their capacity to take a decision, the female sexuality, the female honor, the female sex, the meaning of the excision, but also the place of the man in their life. False belief of all patients about Western women's sexuality. For all patients living now in Europe, they think that the clitoris is the key to experience a wonderful and fulfilled sexual life as white women. For them, the clitoris is the way to become a woman with no more intimate pain, no more derogatory remarks from partner, and also sexuality with more desire, arousal, sexual pleasure. They idealize the sex life of women with clitoris, but they don't realize that we have our own sex control, no more sexual education for women, no more way to know our bodies. The sex norms are also here dictated by the patriarchal system and certainly in the sexuality. It's like two opposite sexual life in their minds, with the clitoris as cursors, which don't exist. Then I give also a time to discuss about the sexual universal thinkings and the consequences on the couple of couple sexuality, and especially the woman's sexuality. It's an open door to reflection on the gender norms and gender violence over the world. The sexuality is constructed in the minds of the man and the woman around the sexual response and operation of the man, the duration of the sexual foreplay, the time for the penetration, the end of the sexuality after the ejaculation, etc. All sexuality everywhere on this planet is heteronormative and androgender. Next slide. It's a sexuality with no much of without pleasure that we see by all patients with pain, but all in the past or in the present. And also we heard domestic and all sexual violence. But a lot of these sexual symptoms is also experimented by women without excision. The excision is one way, among others, to reinforce male power and to control female sexuality. Then the body, the mind, and the behavior of the woman. My purpose is to invite the women to join the great woman community. You are a woman first, and not only an excised woman, reduced to her genital parts. I say to them, welcome to the world of all women. Welcome to the reality of all women. And I had for an empowerment woman care. Next slide. The next three slides are my tools worked with each woman. I want that each woman became her own boss in her intimacy. First of all, by acknowledging her genital anatomy and the impact on her genital parts of her excision,
different from a woman to another? What's it really cut in a genital part? What is the reality of the anatomy of a clitoris? What's the functions of the different parts of a genitalia in a sexual pleasure? And I invite her to discover a genital part. Secondly, transmit the universal sexual response of all women on this planet. That needs sexual foreplay, times for her arousal, pleasure with her internal clitoris, etc. Thirdly, the need to a holistic approach to the sexual health of a woman. What is in her head? What is the place of her body during the intercourse? What is the quality of the relationship with her partner? What are the sexual stimulation in her genital part outside the vagina? What does she feel during the intercourse and what can she change? Here you have my different tools to help a woman to live a sexual well-being, sexual knowledges about her and the real impact of her excision, and also the sexual response of the man. Develop body awarenesses, learn skills to live a sexuality and no more undergo a sexuality. Introduce the values of the human rights and certainly inner sexuality. Then a sort of sexual education and sexual learning are necessary to become happy, satisfied, and the boss of her body, her mind, and her sex. For me, as sexologist, the sexuality is in the center of gender's inequality and still for a long time, because the power of the silence, the shame, the taboos, but also because of the lack of sex education and human rights education in the daily life of the women. Then, the sexuality of all women in the world, and even more for women living with FGM, depends on sexual stereotypes, social norms, and gender inequality. A great part of my job is to make visible the hidden and unconscious part of the human sexuality. My conclusion, a sexual management, where both East and West, is a gold key to offer a sexual empowerment to all women, which is a way to a female emancipation. Thank you. Thank you very much, Sandrine. Diana, do you know if there are questions for Sandrine in the chat? I saw one question up till now for Sandrine, and that is if reconstructive surgery in Belgium is free of charge or if it is funded. It's free if you are coming in my center. The Belgium government give money for the construction only in two centers, one in the French part and one in the Dutch part. But the reality of our immigration agreed part go more than in Brussels. Then we have the majority of the women who ask the reconstruction, and then it's free. Yes, that's paid by the political, the social security in Belgium. Thank you. That's the only one. I have a question, Sandrine. You also, you spoke about gender inequality and about the male view. Do you also speak with partners of the woman or only with the woman herself? It depends. Sometimes there is no more partner when she's coming, then there is no partner. Or we feel also with the psychologist that there is violence in the relationship. Then it depends what she wants. I propose, if you want, I have no problem that your partner is coming, and I explain also what's the differences between the sexual response between male and female, because the men don't know that also. But
she has the choice. I refuse to impose something to this woman. During a life, it's all the time to impose the choice of the other. The excision, it's an imposed choice of others. Yes. Then I propose, sometimes I say, I think that it's better that your man come, that I can explain, because I'm the professional. But if she said, I refuse, it's her choice. And sometimes directly the man is there. Then I want to have a specific place, first of all, to the women, and after I give place with the man. But it's really also important to have, for me, a moment where we are one-to-one with the woman. Yes. And after, is we have sometimes, or it's okay, the man is welcome. Okay, thank you. I think one question. Yeah, so there's a question if it's possible to refer women from the Netherlands to Belgium, and if it's free for women also who live in the Netherlands but would apply for surgery in Belgium. Then for free, that's not possible. It's only for the person who's living in Belgium and who has a social security, okay, in Belgium. To refer, maybe we haven't anywhere this question, maybe it's possible to refer, but it's a full price. And really, I don't know the price, really not the price, but we are public hospital. Then it's not a private hospital, then it's never a private price, but I don't know the real price of this practice. Okay, and I think it's good to mention that also in the Netherlands this surgery is available in Amsterdam UMC. Mm-hmm. And if people, I will put some information in the chat. Yes. And I have one more question. Women who are referred to you, can they also be referred to you if they have psychological consequences? So not the physical consequences of FGM, but only are depressed? Because I think it's different in the Netherlands. Yes, then. Normally, the first visit is with the specialist midwife and the doctor. After, they propose to see both the sexologist and the psychologist. The sexologist, you have seen the psychologist say, okay, my job is that. The sexologist, I explain also, my job is that. And after, what do you think about? What is the best for you? What do you think for the best for you? Okay, she said, I think it's better there and there. But we have also a discussion with the team. And we discuss also for us as the professional, what we think that's the best. And after, we discuss that, the conclusion with the woman. And then it's possible that a woman just needs a psychologist help, and in sexology all is okay. Of she's not ready to begin a sexology therapy now, and she begin with the psychologist sometime, and after the psychologist therapy it's finished, it's okay. Yes. And sometimes it's a second time for the sexology. Okay. And I think in the Netherlands, because you said it might be different, I think this what is the same is that it's important that all these different disciplines look at it. So from the medical side and the psychological and the sexological side, and then give that advice. And then they can also refer for further help for yes. either of these disciplines. Okay. Thank you, Simone. Okay. Then we are finished with your presentation, Sandrine. So thank you very much. I will go back in Dutch. Lena, ik geef jou nu het woord. Ja. Wel. Dankjewel, Lynn. Ja. Nou ja, ik zal mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Lena van den Haak. Ik ben 42 jaar. En ondernemer, journalist, moeder van een 10-jarige zoon. En wij wonen samen in Zandvoort. En de reden dat ik hier aan dit webinar meedoe, is dat ik op mijn 25e erachter ben gekomen dat ik ben besneden.
En dan kun je denken, hoe kan dat? Dat je dat na zo lang pas erachter komt. Maar dat komt omdat ik ben geadopteerd. Dus ik kom uit Indonesië. Ik ben hier in Nederland opgegroeid. Ik ben na een half jaar eigenlijk al geadopteerd. Dus ik weet vrijwel niks van mijn Indonesische verleden. En omdat ik toch een aantal keer daar naartoe ben geweest en mijn biologische familie heb ontmoet, is dat zo plots ter sprake gekomen tijdens de besnijdenisfeestje van mijn broertje daar. Die werd 7. En zo kwam ik erachter dat ik ook ben besneden. Alleen mijn besnijdenis is iets anders gegaan. Ik was namelijk 21 dagen, dus als baby. Dat is in hun geval vrij gebruikelijk. Alle meisjes worden 21 dagen na geboorte besneden. En jongens pas op hun 7e als ze naar school gaan. De reden weet ik niet. Het was vooral cultureel. Iedereen, dat was gewoon zo daar. Ze heeft kort verteld wat er is gebeurd. Maar omdat het voor haar zo niet interessant was. En ik zo flabbergasted was op dat moment. Heb ik daar niet verder naar gevraagd. Want ik dacht, ik ben op vakantie en dit kan ik nou niet hebben. En ik snap het allemaal niet en ik wil ook niet het feestje verpesten. Dus dat komt wel. Nou, dat komt wel is uiteindelijk een aantal maanden later, bij terugkomst in Nederland. Dan ga je er pas over nadenken. Dan valt je hele leven als een puzzelstukje, als puzzelstukjes in elkaar. Als kleinkind, als puber. Het ontdekken van je seksualiteit, het ontdekken van je lichaam. Dan komen eigenlijk alle dingen die al lang zijn geweest bij de vorige sprekers over pijn. Ik had vooral pijn bij het fietsen en pijn met aanrakingen. Ik stond altijd strak, dus dat houdt in dat als iemand mij wilde aanraken, dan schoot ik gelijk zo in de stress. En ik had geen idee waarom. Nou, dat gaat dan allemaal als een kwartje samenvallen. En op dat moment kun je dat niet handelen. Er komt zoveel op je af. Dat is dan fysiek. Maar daarnaast ook het psychologische gedeelte, het emotionele gedeelte, heeft bij mij echt wel een stempel op mijn leven gedrukt. Want het ging voornamelijk om het feit van, hoe kan iemand dit mij aandoen? Ik ben natuurlijk opgegroeid in een westerse samenleving, dus daar was nooit iets over verteld of over gezegd. Dus het kwam echt zo in my face en dat was heel erg heftig. Dus er kwamen heel veel gevoelens bij kijken. Dus boosheid, machteloosheid, verdriet, frustratie. Ik kon er gewoon voor mijn gevoel ook nergens mee naartoe. Mijn toenmalige vriend die begreep het ook niet. Die kon er niet mee handelen. En ons seksuele leven was al niet goed. Ik denk ook dat dat een van de redenen was. Maar het ging al niet goed en het bleef slecht. Of het ging steeds slechter. En ik sloot mij af. Ik wilde niet meer. En toen is hij, omdat hij toch behoefte had, is hij het elders gaan zoeken. En dat snap ik nu wel. Toen op dat moment niet. Dus ik voelde me ook nog eens in de steek gelaten, verraden. Ik voelde me geen vrouw. Ik was geraakt tot in mijn ziel. Dat zijn allemaal hele heftige gevoelens. Als die allemaal van links naar rechts, van boven naar beneden door je lichaam razen. En letterlijk razen, want dat giert. Dan weet je mijn god niet meer waar je naartoe moet en waar je moet zitten. Ik ben ook in de ziektewet terechtgekomen, omdat ik er gewoon niet mee kon handelen. Ik ging ermee op, ik stond ermee op, ik ging ermee naar bed. Maar ik had niet het gevoel dat ik ergens terecht kon. Ik durfde het niet, laat ik het zo zeggen. Ik durfde niet het telefoonboek te pakken en even zoeken naar een seksuoloog of zo. Of een psycholoog. Dat durfde ik helemaal niet. Terwijl ik toch toen ook als journalist was. Maar nee, ik wilde helemaal niks. Ik kon helemaal niks. Dat heeft toch wel een paar maanden geduurd. Totdat ik echt wel rock bottom raakte. Ik wilde nog net niet dood. Maar ik had wel het gevoel van, nou ja, als ik nu word overreden, dan is het ook goed. En dan ben je 25, 26. Nou, dat is dus niet goed. Nou, op dat moment dat je echt denkt, nou, ik weet het gewoon niet meer.
Toen is er gelukkig iemand geweest die mijn vrouw ben, dat ik mezelf lief kan hebben, dat ik mooi ben. Dat is zo belangrijk. Dus dat zelfvertrouwen, dat kwam langzaam maar zeker weer terug. En dat kwam door middel van gesprekken met deze mevrouw. Het kwam door middel van oefeningen. Maar het kwam ook doordat ik zelf zoiets had van, ik laat mij niet kennen. Ik wil mijn leven niet vergallen. Door zoiets waar ik zelf ook niet in de hand had. Dus, en dit heb ik wel in de hand. Dus nu wil ik er zelf voor gaan. En ja, dat houdt eigenlijk in stapje voor stapje dat je heel erg je lichaam leert kennen. Moet ik het nou wel doen? Moet ik het nou niet doen? Voelt dit wel goed? Mag ik dit voelen? Mag ik dit doen? Heel veel gesprekken over gevoerd natuurlijk. Maar met de psycholoog, maar niet met vriendinnen, niet met andere mensen. Vooral totaal niet. Daar was ik gewoon niet klaar voor. Ik wilde eerst zelf krachtig zijn om dat te kunnen doen. Maar uiteindelijk, dus door middel van zelfoefening. Ik heb ook heel veel one-night stands gehad. Dat deed ik expres, omdat ik dan namelijk geen echte liefde en intimiteit had met die persoon. Maar ik kon wel daardoor mijn lichaam goed leren kennen op seksueel gebied. En ik durfde dat dan ook te zeggen, wat ik wel prettig vond en niet prettig vond. Want dat durfde ik niet bij een relatie, maar wel met iemand die ik die ken en die ik de dag daarna toch nooit meer zag. Dat voelde voor mij heel veilig op de een of andere manier. Nou, dat heb ik toch wel ruim een half jaar, of eigenlijk wel ruim een jaar volgehouden. Totdat ik eindelijk het gevoel had dat ik was bevrijd. Dus ik durfde weer vrouw te zijn. Ik kon mijn vrouwelijkheid tonen. Ik durfde een soort van aangeraakt te worden. Alleen dan is het volgende punt. Dan komt toch weer de intimiteit kijken. En we zijn nu een aantal jaar verder. En ik merk ook dat in een relatie is het toch weer anders. Ten eerste omdat je, nou ja, in mijn geval dan, ik val op Nederlandse mannen. Dus, of Westerse mannen. Zij weten daar niks van af. Dus dan is alweer de vraag, hoe ga je daarmee communiceren? Doe je dat in een eerste date? Doe je dat als je denkt van, ik wil met hem gaan vrijen? Of doe je dat op het moment dat je al in bed ligt met deze persoon? Of doe je het achteraf? Of tijdens? Nou, dat zijn wel vragen dat je denkt, hoe dan? Daar ben ik toch een aantal keer mee de mist in gegaan. Ik raakte in paniek. Want de een man reageert anders dan de andere. Dus ja, dan sla je weer helemaal dicht en begint het proces van vooraf aan. Maar uiteindelijk moet je jezelf echt gewoon triggeren om door te gaan. En vooral denken van, ik ben een vrouw, ik ben het waard, ik leef. Dus laat mij leven. En ik ben de enige die dat in de hand heeft. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik laat mijn leven niet afhangen van een ander. Maar ik had wel een tijdje dus een ander nodig. Of andere mannen nodig om mijzelf weer te herontdekken. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds, ik ben nog steeds dan single. Dat ik nog steeds enigszins bang ben, dus voor een relatie, voor echte intimiteit, omdat je dan letterlijk iemand toelaat, niet alleen fysiek, maar dat het ook geestelijk is, en omdat je het gevoel had dat je vrouwelijkheid was afgenomen, komt dat ook weer op de een of andere manier naar boven. Dus dat zijn wel allemaal issues waar je mee te maken hebt. Maar ik denk dat als je jezelf de tijd geeft en jezelf ook accepteert dat dit zo is, dat je dan een heel ver komt. En ik geef toe, ik had eigenlijk geen vriendinnen of zo waar ik hiermee kon praten, of tenminste waar ik denk, daar ga ik het echt niet over hebben. Want ja, wanneer leg je het zoiets op tafel? Hè? Wanneer vertel je zoiets? Nou, dat is not done, ik weet niet. Ja. Dus het is, dus je blijft daar wel een beetje mee tobben. Maar aan de andere kant, het sterkte mij wel om er iets van te maken. En uiteindelijk heeft dit gevoel mij ook gegeven, omdat ik nog steeds in het proces zit van verwerken en toch wel accepteren. Heb ik eigenlijk een onderneming opgericht, dat heet Intiem Zijn. En dat heb ik opgericht voor vrouwen die meer intimiteit in hun leven willen. En dan op wat voor manier dan ook last hebben van andere zaken, waardoor dat niet meer kan. En in mijn geval is dat dus mijn
zeg maar vrouwenbesnijdenis en wat en de, vooral de gevolgen daarvan. Dat is zeg maar, en dan wil ik eigenlijk laten zien dat dat uit iets negatiefs, dat je ook iets positiefs kunt halen. En dat is dat ik nu sterk genoeg ben om hierover te praten. Om dit wereldkundig te maken, om misschien ook met andere vrouwen te praten en ook met mannen te praten over dat communicatie heel belangrijk is. En vooral voor vrouwen oefenen. Dus leg niet altijd maar de zaakjes de schuld bij de maatschappij of je man of je ex-man of wat dan ook. Maar ga zelf aan de slag. Dus ga gewoon, neem eens een tijdje of ga gewoon eens elke zaterdagavond gewoon jezelf strelen. Ga jezelf lief hebben. Je hoeft niet gelijk tot masturberen over te gaan of tot een orgasme te komen. Maar het gaat erom dat je jezelf leert lief hebben, leert accepteren. En als je dat lukt, dan kun je ook kijken of je opgewonden zou kunnen worden van diezelfde aanrakingen. Heb je daar glijmiddel voor nodig of niet? Dus het zijn allemaal kleine stapjes, waardoor je uiteindelijk zelf bepaalt tot hoe ver je kunt gaan. En als je zegt, nou, dat vind ik eng, dat vind ik moeilijk, dan kun je daar altijd begeleiding bij zoeken. Maar, Lena, ik moet je helaas onderbreken. Maar je hebt hele mooie adviezen gegeven. Dank je wel daarvoor. Okay. Dank je wel. Ja, ik wil je ook heel erg bedanken voor die openheid en dat je dit durft te delen met ons, met zo'n groot publiek. Dat durft niet iedereen. Dus dank je wel hiervoor. Ja, graag gedaan. Ik voel me krachtig genoeg om dat te zeggen. Mooi. Dus wil ik ook voor de vrouwen uitkomen die dat niet kunnen. Ja, prachtig. Heel mooi. We hebben nog tijd voor één vraag. Ik kijk mijn collega Diana weer aan of er nog vragen zijn. Nou, ik zie in elk geval een dank aan Lena dat je je verhaal deelt en dat je daar zo open en kwetsbaar in durft te zijn. En dat ook heel indrukwekkend is. En er wordt gevraagd wat de website is van jouw organisatie, Lena. Oh, dat is www.intiemzijn.nl. En ik heb ook een Facebookgroep voor vrouwen, speciaal voor vrouwen opgericht, waar je kan aanmelden om daar met elkaar over te praten. Maar nogmaals, het zijn dus echt, van mijn kant is het vanuit mijn besnijdenis gekomen, maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die vanuit een andere invalshoek moeite hebben met intimiteit. Dus ja. Ik heb wat breder getrokken, zeg maar. Ja. Er komen vooral heel veel dankwoorden voor jou, Lena. Dat is mooi. Ja, ik kan me voorstellen dat dat fijn is, dat mensen heel blij zijn dat je dit hebt gedeeld. Ja, en ik wil dat ook blijven doen. Juist voor jullie, juist voor alle vrouwen die dat niet kunnen, die dat niet durven. En ook als vrouwen erover willen praten met een niet iemand met een papiertje, zeg maar even. Want ik ben daar niet opgeleid toe. Dan kan dat ook. Dat is heel belangrijk, want van daaruit kun je misschien wel die stap zetten naar een seksuoloog of een psycholoog. Ja, en je noemde vrouwen, maar er zijn ook mannen die helemaal geen ervaring hiermee hebben. Klopt. En die dan misschien een partner hebben die besneden is. En het is heel leuk, heel fijn voor hen om iemand te hebben die hen kan informeren. En er zijn ook genoeg hulpverleners die dat doen. Maar ook fijn om het van een ervaringsdeskundige te horen. Dus dank je wel daarvoor, Lena. Graag gedaan. Ja. Zijn er nog andere vragen? We hebben nog één korte vraag kunnen we beantwoorden. Even kijken, ik zie heel veel respect. Ik zie vooral heel veel dank. Had je geen hulp van je Nederlandse ouders, Lena, wordt er gevraagd. Nou nee, kijk, je bent 25, je bent volwassen. Je hebt een vriend, je woont samen in Den Haag. Zij wonen in Haarlem, dus nee. Maar dat zijn mijn adoptieouders, zeg maar. Zij hebben mij wel geholpen door te kijken naar mijn records van de hospital.
Want toen ik tegen hoofduitreksel of je bent natuurlijk bij het consultatiebureau geweest als baby. Ja. Je bent bij de kinderdokter geweest. Dus zij, ze hebben al die records opgevraagd om te kijken of daar iets over geconstateerd is. Ja. Degene, mijn dokter, dokter van Stijnen, die is zelf, hebben wij opgebeld om te vragen wat hij weet over bestijdenis bij meisjes. Maar hij heeft mijn dossier ook bekeken en hij zei met alle respect. Dit zijn niet de dingen waar wij baby's op controleren. Ja. Dus ik weet het niet. Ja. Kijk, dat is misschien ook wel een dingetje misschien is het verstandig dat daar ook naar gekeken wordt. Ja. Bij baby's die binnenkomen van adoptie dan. Of bij iets oudere kindjes van 4, 5, 6. Dat de dokter bij een physical ook daar even naar kijkt. Want dan zullen de ouders misschien ook niet zeggen dat het kindje is besneden of dat het meisje is besneden. Ja, ja, dat wordt ook gedaan in de jeugdgezondheidszorg. Er wordt goed naar gekeken. Ja, ja, dat is fijn. Ja, ja, nou, dat zijn ik we heb nog een, ik heb nog een vraag hoor, als ik ze mag vragen. Een hele korte vraag, want we moeten zo afronden. Ja, ik wil sowieso Lana bedanken voor haar openhartig verhaal. Dank u wel. Dat hebben jullie allemaal gedaan. En ik vraag me af of die site van jou, de www.intiemzijn.nl, alleen voor vrouwen of eventueel ook voor mannen die hun vrouwen last hebben van het VGV en eventueel hij wil haar begeleiden bij jullie zijn. Nee, u kunt daar ook terecht hoor. Het is wel meer gespecialiseerd voor vrouwen, maar mannen kunnen daar zeker een kijkje in nemen, want het is natuurlijk ook empathie, hè? Dus ja. Als u de website bekijkt en u voelt die empathie met die vrouw, dan begrijpt u ook de website. Ja, okay. Precies. Ja, helemaal goed. Dan moeten we dank helaas nu afronden, sorry. Ja, dat was het hoor. Ja, dank u wel, meneer. Dan wil ik alle sprekers bedanken. Simone, Sandrine, thank you very much. En Lena. In de chat wordt er nog een evaluatieformulier gedeeld. Het is een heel kort evaluatieformulier. Dus als jullie die willen invullen, dan weten we ook welke thema's jullie interessant vinden. Dus graag invullen. En het volgende webinar is op 27 juni. Dat gaat over religie. Dus als jullie willen aanmelden, dan kan dat vanaf morgen. Nou, bedankt allemaal en hopelijk tot de volgende keer. Krijgen we de presentatie ook via de mail? Ik bespreek dat even met de sprekers en mocht zij dat willen delen, dan zullen we dat ook delen. Ja? Dank je. Okay. Dank je wel. Bedankt. Dag.